Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. Sabi, Sabi. Yes, what a sweet, sweet night. Full of vibes. Oh, what a night. I need a real kiss. Get him over here. Alright, dit is live radio. Dit is, we zitten op dit moment live in Amsterdam. Op 107.9 of 109.7. Maakt niet zo uit, via Salto zijn we op te beluisteren. Maar dit is dan vaste. Ik heb nu contact met de anchorman van ATV Nieuws, Horacio Indiaan. Horacio, je bent afgelopen week viraal gegaan, man. Heb je het filmpje van jezelf gezien? Oh ja, viraal, ja, met die COVID-vlog. Het is eigenlijk... Nee, niet die COVID-vlog. Over iets... over pakket, hè. Ik weet waarover je het hebt. Ja. Over in 1991. Wanneer heb je hem gemaakt? Hoe lang zit je al bij de nieuwsdienst? Oh, het is... ik ben zeker... Het is 96 ben ik begonnen. Oké, dus met het nieuws. Hi man, want ik keek naar het filmpje, man. Toen had je nog haar, mooi bril. Je was mooi boy, maar waar is het misgaan? Nee, gewoon. Nee, je was echt een mooi boy, man. Wat bedoel je? Dat is een goeie voor de dag. Nee, eerlijk toch? je had mooi afro, nou, bril, alles. En het onderwerp ging over Ramzadjou. Ging die op Sadio Ramzadjou, fractieleider van Nieuw Front, zei dat Suriname toen pakketten gaat uitdelen aan arme mensen. En nu wordt het gebruikt van, kijk, 25 jaar geleden was er een pakket. Ik denk van, ja, als je 25 jaar geleden pakket uitdeelt en nog steeds, dan ben je niet vooruit gegaan. Dat is mijn interpretatie van die beelden. Maar ja, ik ben hier niet voor de politiek. Maar ik moet dat ook even aangeven, dat dat fragmentje dat je daar hebt gezien, zo in elkaar gezet, dat heb ik niet gedaan, hè? Nee, dat weet ik. Ik heb gewoon mijn nieuwsitems geplaatst op mijn Facebookpage. En men heeft dat gebruikt en in elkaar gezet. Ja, is NII, hè? Trouwens, is alles politiek. Alles is politiek tegenwoordig. Dus, Nee, ik weet je, jij staat meestal ver van politiek. Dus ja, ik ook. Ja, nee, maar dat weet ik van jou. Dus sinds idee, of ben je in tussentijd veranderd? Je weet het niet, maar toen ik jou vanaf ik je ken, was je geen fan van de politiek, toch? Nog steeds? Ik doe mijn werk gewoon naar behoren. Ja. Ik ben mediaman, ik moet me echt makkelijk kunnen schuiven overal. Mooi zo. Hoe doen jullie het als journalist in Suriname? Wat doen jullie? Wat voor nieuws hebben jullie? Wat voor nieuws melden jullie, de kranten, tv? Pardon, wacht, ik heb je even niet goed begrepen. Nee, ik zeg in deze tijd, hè, je hebt zoveel lockdown, partiële lockdown heet het bij jullie. Oh ja. Wat voor nieuws breng jij dan? Wat voor nieuws kom je aan? Wat ik nu momenteel doe is, kijk, ik heb even nieuws on hold gezet vanwege andere verplichtingen. Persoonlijke verplichtingen. Maar daarnaast doe ik toch wel even wat kleine verslagjes. Ik ben in verband met dat hele COVID-19 gebeuren. En ook in Suriname heeft het natuurlijk zijn effect. En dan doe ik dan die korte vlogjes die dan ook viraal in de eten gaan. En ook op de lokale televisies verschijnen. Zometeen draai ik een van die... De laatste, die van vrijdag, is al opgeloot? Ja, die van vrijdag, dat was een gesprek. De Dragemans en de Sherwood Brothers heb ik toen geïnterviewd. Uh-huh. Hoe zij dealen met dat heel COVID-19 gebeuren in Suriname. Okay. Want er zijn, je weet, bepaalde instanties, noem maar op, hebben protocollen, hè, in verband met COVID-19. Ja, maar het is mooi onderwerp. Ik denk, hoe hou je 1 meter? In Suriname is het 2 meter zelf. Nou, hoe hou je 2 meter afstand? 2 meter, ja, is een mogelijkheid toch. Je camera met een bepaald statief op een afstand, dus dat alles.
Oké. Okay. Een microfoon, idem. Ja, En il brasa toch? Ja, ik heb familie de Frans. Maar natuurlijk, met het heel corona gebeuren, ga je daar natuurlijk zeker rekening houden. Wanneer kom je? Wanneer ik dus, in feite zou het zijn juni dat ik al daar zou zijn. Dat is in verband met Kwaku, trouwens je weet, onze bezigheden daar, zodra ik daar ben. Ja, want... Door dat heel, COVID-19, denk ik. Ja, om september daar te zijn, als alles weer oké is. Oké. Voor wie maak je die, wie is de opdrachtgever voor die COVID-vlog wat je allemaal maakt? Ze zijn 3 in de week, hè, die ik voorbij zie komen via het internet. Ja, op de maandag, de woensdag en de vrijdag. En is ook op televisie? De uitzendingen van die vlog. Lokaal televisie, ATV. ATV zijn het uit. En wie is je opdrachtgever van? Voor die vlog, het was een voorstel dat ze hadden gedaan. Ik heb een voorstel dat ik had gedaan. En ze zeiden van prima. En zo ben ik maar op pad gegaan. Dus opdrachtgever is eigenlijk mezelf, Y2 Media. Oh, okay. Voorstel dat ik op tafel heb gezet bij ATC en het is goed gekeurd. Nee, ik dacht, want jij maakt ook dingen, je doet ook dingen voor World Health Organization, WHO. Ja, zo nu en dan voor internationale organisaties zoals de PAHO, de WHO, de UNICEF. Dan ben ik toch wel als mediahuis toch bezig met het maken van korte productiefilmpjes. Oké. Jij bent op dit moment de John de Mol van Suriname, hoor ik, Y2 Media. Ja, ik doe mijn best voor Frans. Wat zijn die laatste producties dan? Voor COVID, wat zijn de producties? In totaal zijn er vanaf jouw in de ether zijn gegaan met die COVID-update. Die COVID-update is van ATT zelf. En daar zit er een team achter, waaronder producer Kevin Hadley en Carla Boetius. Die ken je wel toevallig. Ja hoor. Zij presenteert het en heb je ook nog een paar presentatoren die dan achter die COVID-update programma staan van ATV. En in totaal, voor wat die vlogs betreft, zijn er tot nu toe 8 gemaakt. Ja, oké. Okay. 8 verschillende onderwerpen natuurlijk. Ja. Wat voor onderwerpen zijn? Kan je die onderwerpen voor mij opnoemen? Ja, ze zijn verschillend. Ik had gesprekken met... barbershops, met hair en met dus haircut salons. Verder ook nog een gesprek met Clifton Bram, hij is de voorzitter van de Federatie van Afleggers in Suriname. Die Dragomans, dat is de laatste. En verder heb ik ook nog de man van de straat, kleine ondernemers, waaronder horeca bedrijven ook, weet je, kleine horeca bedrijven. Ik had ook nog een gesprek met de districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost, Mike Nertus. En ook nog hoe hadden deze mensen ook weer genoemd? Laat me het gewoon netjes houden. De dames zijn José Lassie-straat, weet je? Natuurlijk, want ik moet op mij tellen passen, maar want het is eens kort hoor ik dat filmpjes en interview van Stamfast Nationaal beluisterd worden. Dus ik moet mijn taalgebruik aanpassen. Want ik moet ook naar de... Zeg je de dames zijn José Lassie-straat? Je bedoelt... Ja, dat was... Ja, ik heb trouwens waarover ik het heb, die dames die nogal was. Je zegt nog eens animeer meisjes. Je bedoelt de mocho meid, zo? Ja, hard uitgedrukt. Maar omdat dat mocho meid is een beetje grof, man. Okay. Dat is maar ik doe aan Hossel ook toe. Ja. Ook respect aan die ene kant. Nee, sorry. Weet je, dus ik zeg gewoon de dames die toch wel... die hun business doen lang. Dus maar zo'n business die doen, weet je, dat draai je weer omheen. Ja, en daarom zeg ik van, je moet gewoon het programma volgen op Y2 Media, de YouTube-kanaal. Want dan ga je dan het gesprek van de dame horen. Ik vind dat je altijd... Hoe ze dat doen. Ja, ik vind dat je altijd interessante onderwerpen hebt, man. Mijn best, ik probeer een heel ander invalshoek te doen. Je weet overal, als je kijkt, lokale televisie, overal bijna... Een en hetzelfde onderwerp, weet je. Dus ik probeer het toch wel heel anders aan te pakken. Want Suriname bestaat niet alleen maar uit een hotel of een discotheek of een strand of noem maar. We hebben geen stranden, maar anyway.
er zijn een heleboel dingen. Vooral met het heel corona gebeuren. Mm-hmm. Treft het ieder. Ja, want weet je, dat vestigt mijn aandacht nu. En jij ook. Die dames zijn al zult op Astrati. Hoe doen ze dat? Twee meter? Ik had een heel kort gesprek met een van ze, Frans. Mm-hmm. Ik ga natuurlijk de locatie niet opnoemen, want straks zijn er altijd lopen druk, maar dat is eigenlijk ook niet de bedoeling. Je houdt het voor jezelf. Ik had een heel kort gesprek met een van ze en ja, zij zelf vrezen voor het virus. Uh-huh. Maar ja, business must go on. Ze hebben geen ander inkomen. Ja. Ze hebben huur te betalen, misschien uh-huh. Een paar van ze hebben kinderen, weet je. Tegenwoordig de mij rijden Egi Wagi ook toe, maar de mij doet de hosselt op straat, ik heb ook vast straat, bij wijze van spreken. Uh-huh. En ja, aangegeven is, ik vroeg door heel corona, hoe doen ze? Ze zeiden van, de prijs wordt aangepast, de prijs nu voor zo'n dame, uh-huh. Langs de straat betaal je zeker een 200 SRD. Ja, hoeveel was het? Per half minuut, voor 30 minuten. Hoeveel was het dan? Het was toen 50 SRD, 50 SRD. Is duurder geworden? Ja, 50 tot 80. Dat is duurder, dat is 200 SRD. Begado. En ja, maar desalniettemin ze vrezen voor het hele mm-hmm. ding van corona. Dus mm-hmm. zeggen ze van, ze gaan met handschoenen. Dus die ene met wie ik gesproken had, mm-hmm. ja, die is toch wel een beetje voorzichtig met handschoen, met mondkap. En ik zei van, hoe staat het? Mm-hmm. Want als die man betaalt voor 200 SRD, wil ik toch nog meer. Want je vrede model, mijn bossie en noir. No way, no way. Ja. Weet je, nu ik die vrede is niet gezond. Uh-huh. Weet je, alles is bakpoen. Ja, oké. Dus want voor haar is dat social distancing. Ja, dus die doggy style, dat is geoorloofd. Ja. Op zijn hondjes wordt het soms genoemd. Ja. Dus dat is wel, dat mag wel. Ja, ik weet niet. Dat zeggen ze, jij doet dat. Oh, oké. Wat die andere dames uitspoken, dus wat aan de klanten geven, I don't know. Hey, maar deze dames dan, uit welk land komen ze? Waar komen ze vandaan? Met degene die gesproken had, die komt uit Guyana. Er zijn veel Venezolanen ook over straat en ja? Dominicanen ook, ja. Oké, dus heel veel mensen uit Venezuela? Ja, Venezolanen zijn er toch wel nu veel in het land. Mm. En zijn, een paar van ze doen toch wel een goede business hier in Suriname, hoor. Net als de Cubanen ook. Hoor. Mm-hmm. Zijn ze legaal, illegaal? Wat voor type zijn dat? Boy, ik zou je dat niet kunnen zeggen, echt waar. In actiestatus. Maar als dat niet dat is, maar de papieren geweest dat zij gewoon wel bezig is. Ja, maar ze zullen het wel moeilijk hebben na een avondklok, lockdown. Ja, nu je moet rekenen houden, de locatie waar ik was geweest, mm-hmm. daar toen waren ze zeker tot in de ochtend, vroege ochtend, 4 uur, 5 uur waren ze nog open straat. Ja? Nu voor achter, weet je, door die lockdown, achter is het inderdaad. Oh, dus nu wordt het overdag gewerkt? En ja, overdag gewerkt tot een tijd van, ja. Ja, 6 uur, 7 uur. Oké, nee, het is mooi. En dan die andere man. Je had ook met die federatie van die draggemans gesproken. Ik ga zo meteen praten. Oh ja, de met... voorzitter. Ja, de maar voorzitter, hoe doen zij dat dan? Want dat, ja, je moet afstand zij houden. Hebben maar bepaalde je moet... protocollen ook, hè. Mm-hmm. Weet je, een nauw gesprek met DNV, dat is directoraat Nationale Veiligheid. Ja? En met het COVID-team ook van Suriname. Worden er een duidelijke afspraken gemaakt voor wat dat van de federatie van afleggers betreft. Oké. Weet je, dus als er een geval een corona leek binnen mm-hmm. Mocht komen, dan moeten ze dat loslaten. Dus ja, ze maken er geen werk van om ja, ik las ook, of ik hoorde de president ook, dat hij die lockdown gaat verlengen, of heeft verlengd. Het is verlengd gisteren, ja. Mm-hmm. Oh ja? Ja, maar dat is door de hele grenskwestie daar, de situatie daar, het is een beetje onoverzichtelijk, dus vandaar. Dus? Maar dat is toch wel goed aan de ene kant hoor. Dat is aan de ene kant, want anderen die willen toch wel dat het opgeheven wordt, zodat we toch de vrijheid hebben. Maar voor zover, ja, mijn mening zeg ik gewoon van, is toch wel oké zo. Dus hij geeft als reden de grenssituatie? Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Mooi, maar ik vind dat Suriname het heel goed doet.
met corona? Ja, zeker. Zeker laten we dat toch wel zo houden. Er zijn toch wel koppige figuren, weet je, tussen. Maar tot zover loopt het wel. Ja, want ik sprak mevrouw Vera en ze hebben 30 bedden voor intensive care. En alle 30 staan nog leeg. Moeten leeg blijven, dat is mijn wens en bede. Ja, dat is, ja, dat, zo moet dat gebeuren, weet je. En zolang je goed controle hebt en zolang je een goed zicht hebt voor wat het, de situatie van COVID betreft, dan zal het wel zeker vlot verlopen. En de ondersteuning natuurlijk van de Surinaamse gemeenschap, weet je. Ja, ja, ja. Mensen leven goed mee met de regels. Ja, zuiver de regels handhaven. Mooi zo. Hey Ora, ik ga jou bedanken, man. En ik hoop dat we snel van water. Wat drink jij, Juna? Wat Renno? Of Parbo. Ik hoop dat we drinken van Parbo snel, ja? Ja, we drinken wel Modoro, Baka of Paris, Jusa Doro, ja. Modoro. Maar we ontmoeten wel elkaar. Ja, ik was van plan om de verkiezingen, rond de verkiezingen daar te zijn, maar je ziet het wel. Ja. Oké, succes met jouw programma. Hey, groetjes aan Nederland, groetjes aan Rotterdam. Amsterdam. Ik heb Rotterdam nam die foto. Ja, ook ja. Amsterdam, maar anyway, groetjes aan Nederland. Alle Surinamers daar. Okay. Houden jullie je taai. Weet je, wees voorzichtig. Be aware, be safe, man. En het komt zeker goed. Dankjewel. De anchorman van het ATV Nieuws, Horacio Indiaan. Thanks a lot, brother. We gaan naar 6 uur. Tell you a story about I got to tell you dance can do. What one dance can do. What to save and for. Standvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Standvaste Radio.